De ingang was verstopt achter een kast in een kantoorpand. Kruipruimtes die met elkaar in verbinding stonden vormden een tunnel van 20 meter en leidden naar een centrale ruimte met wietplanten. Agent Michael Scharlow ging alleen even polshoogte te nemen na een tip van bouwvakkers die vanuit een andere kruipruimte iets hadden gezien. Er werd, uh, werd verbouwd en uh, daar waren mensen bezig in de kruipruimte. En die kwamen daar een, een afgetimmerd stuk tegen, dus met, uh, met houten platen uh, waar ze eigenlijk niet van wisten waar het was. En daar hebben ze een klein gaatje in gemaakt eigenlijk om naar binnen te kijken. Of in ieder geval door die houten platen heen te kijken. En toen zagen ze een, een, een kwekerij En dat hebben ze gemeld bij de politie. Michael vond de kwekerij vanuit een aangrenzende kruipruimte. Door het volgen van de tunnel vond hij de ingang van het kantoor. Een spannend moment, zegt hij zelf. Je weet niet wie er staan te wachten. In eerste aanleg, toen ik achter die kast stond, zeg maar, bovenaan de trap... nog wel even nagedacht van of dat het dan wel verstandig was om, om die route te nemen en verder te gaan, zeg maar. Maar ja, uiteindelijk toch de rok genomen en de kast aan de kant geduwd. En toen stond ik in de bedrijfsruimte waar uiteindelijk dan de ingang-ingang bleek te zitten. De politie heeft de boel gelijk ontmanteld. Wachten op de criminelen kon niet, omdat de situatie extreem brandgevaarlijk was. Ja, met name die elektrische installaties, dus de transformatoren die ook in het filmpje te zien zijn op het houten paneel. Ja, daar gaat gewoon een gigantische hoeveelheid elektra doorheen. En ja, dat maakt het ook altijd zo brandgevaarlijk. De politie hoopt erop dat getuigen iets gezien hebben. Agent Michael heeft later nog wel eens nagedacht over het alleen naar binnen gaan van het kantoor. Misschien niet heel verstandig. Ga ik naar binnen? Zitten daar gewoon tien criminelen met doorgeladen pistolen te wachten? Of is daar niemand? Ja. En dat was inderdaad even de gok, inderdaad. Ja. Is me hier later op het bureau ook nog een keertje ingefluisterd dat het misschien niet de meest handige manier was waarop het nu gegaan is. Maar het ging gelukkig goed. Ja, ik dacht, ik moet het doen. Nou ja, noem het enthousiasme.